Hoi, ik ben Duda Paiva. Ik ben de regisseur van de voorstellingen. Nou, this is the first time that we are in the Lieve Vrouw Theater in Amersfoort. And this is where we're going to put everything together. Light, sound, dance, puppets, everything. So hold on there, just a second. Ik ben poppenspeler voor Duda Paiva Company en op dit moment bespeel ik de miereneter. Een prachtig dier die in het oerwoud bijna uitgestorven is, maar in onze voorstelling niet. En hij is altijd op zoek naar miertjes. Check it. Die zijn er bijna niet meer. Ik ben Christian Koetsier en ik ben een van de poppenspelers van de voorstelling Kinderen van het Verdwenen Woud. En dit is een van de zeldzame diersoorten die voorkomen in deze voorstelling. Ze zijn allemaal nog maar heel weinig te vinden in het Braziliaanse regenwoud. Kostuummaker van Wout. Kom binnen. Ik en Duda werken eigenlijk heel hecht samen, omdat we op, beide in Volkstel zijn, beide ons atelier hier hebben. Ja, het is eigenlijk heel mooi als je zo samenwerkt. Dan heb je een beetje een diepere band of zo. En dan ben je ook vanaf het begin ben je bezig met die productie. Die meteen weer terug naar Duda. I think that works. Yay! Oh, ja, is heerlijk achterhoor. Ik krijg platform van. Vind ik leuk. This is already better. Daar zijn we weer. En zoals jullie kunnen... Oh. Zoals jullie kunnen zien, zitten we in een andere ruimte. Want we zijn van de studio verhuisd naar het theater. Toch, Josje? Ja, dat klopt. Hier komt alles samen. Geluid, licht, decor. En we zijn aan het fine-tunen. Duda, ja. Mag het licht aan? Oh ja. Kijk! Ik heb een poes gevonden. Oliver, dat is geen poes. Dat is een baby jaguar. En ten tweede, dat is een heel zeldzaam dier. Oeh. En ten derde, je mag zo'n dier nooit aanraken, want dan wil de moeder niet meer voor hem zorgen. En dan verstoot ze hem. Oeh, 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 oeh.
Hij is zo schattig. Hey, daar zijn jullie weer. Wat leuk. Wij zijn vandaag een montage aan het doen in het theater hier in Amersfoort. Wat is een montage eigenlijk? Ik ga het jullie laten zien. Kom mee. Oh, maar er is nog geen publiek bij, dus het is nog een klein beetje geheim. Geheime code. Kom maar binnen. We moeten een beetje zachtjes zijn hier, want ze zijn heel hard aan het werk. Thank you.